Ja, ik denk zolang als het evenement hier plaatsvindt, dat we toch altijd op Oudjaarsdag smiddags even een bezoekje brengen. Het is altijd gezellig, ondanks het slechte weer. En, maar het is altijd prima hier. Geen problemen met die enorme knallen? Nee, ik was toch al doof, dus wat niet erg genoeg. Ze zijn nou ondertussen zijn we denk ik al 3 dagen bezig om de voorbereiding te treffen voor het karbid schieten. De voorbereidingen zijn karbid halen, tent opzetten, bier halen, al dat soort dingen. Bier halen is een heel erg belangrijk, hè? Ja, ik denk dat dat toch een nummer 1 is. Oh, ik denk dat we met een mannetje of 15-20 doen we dit toch wel ieder jaar weer. Ja. En is het alleen maar 3 dagen voorbereiding of heb je er nog meer werk mee? Nee, het zijn toch wel iedere keer ja, 3 dagen voorbereiding en dan nog weer 3 dagen afbouwen. Ja, er zit heel veel werk in. Dit doen we met heel veel liefde en heel veel plezier. De gezelligheid eromheen is toch wel heel belangrijk voor ons. Ik denk dat dat het belangrijkste van allemaal is. Ja, karbidschieten is ondertussen ook cultureel erfgoed. En ik denk dat je dit soort evenementen ook moet koesteren en, ja, en een beetje overlast wat veroorzaakt, maar als je een keer voor lief moet nemen en het over je hart moet strijken. Het, het hoort er gewoon bij, vind ik. En, het is een eeuwenoude traditie, waar dus ook volgens mij in stand moet blijven.